De staking bij Rosebel Gold Mines is vandaag opgeschort. De leden aangesloten bij de Rosebel Gold Mines werknemersorganisatie, RGWO, gingen weer aan het werk nadat het bestuur hen vandaag heeft toegesproken. Het bestuur gaat binnenkort met de Rosebel directie om de tafel voor meer duidelijkheid rond de kwestie van de verkoop van het bedrijf aan het Chinese Zijin. Over de gesprekken met de directie vandaag is nog geen exacte tijd bepaald, zegt bondsecretaris Johan Seymour. Omdat wij de strategie nog bezig zijn aan te geven, maar de operatie, de nachtdienst zal wel de operatie starten. We hebben wel de signaal gegeven aan de directie dat de leden duidelijkheid willen hebben. Dus het bestuur in zijn totaliteit zal nu naar Paramaribo vertrekken en vervolgens morgen vergaderen. En vrijdag om 2:00 hebben we een gesprek met de directie over de punten en zaken die wij moeten bereiken wanneer het gaat om het verkoop. Wat er uit het gesprek komt van vrijdag zal bepalen als de operatie nog voorgezet zal worden. Maar het bestuur heeft de directie duidelijk aangegeven wat haar standpunt is in deze. Dus we zijn nog niet klaar. We zullen straks vertoeven naar Paramaribo. En dan zullen wij de verdere strategieën uitwerken om dit helemaal niet zo te laten, maar dat we het beste weghalen voor de Surinaamse Rosebel mijnwerkers. Het bondsbestuur gaat ook een brief schrijven naar president Santokki en Bibi's minister Ramdin over de ontstane situatie. Volgens Seymour heeft Ramdin gesprekken gevoerd met IAMGOLD over de overname door Zijin. IAMGOLD Corporation maakte gisteren publiekelijk bekend dat het Zijin-aandelen in de Suriname-operatie voor $360 miljoen heeft verkocht aan de Chinese multinational.